Ze is een van de meest productieve filmmakers van Nederland en dit jaar eregast op het Nederlands Filmfestival. Regisseur Paula van der Oest. In de 25 jaar dat ze nu films maakt, blijkt dat ze met recht veelzijdig te noemen is. Ze maakt korte films, comedies, dansfilms, tv-series, geëngageerde speelfilms, thrillers en een boekverfilming. En vandaag spreek ik met haar over Zus en Zo. De laatste film die we van jou gaan zien vanavond. Een komische film over drie zussen die die er alles aan doen om de bruiloft van hun jongste broer, van hun broertje, tegen te houden. Want hij is namelijk de erfgenaam van het familiehotel in Portugal. En als hij dat erft, dan wil hij het verkopen. Dat willen die zussen, koste wat het kost, voorkomen. Misschien is het aardig als we eerst een fragment gaan bekijken. Uur 15:30, huis Michel. Doe je dat nou nog steeds? Ja, je bakt toch ook nog steeds onbespoten appeltaart? Nou, lees voor. Het is anders wel bewezen dat kinderen die bespoten groente en fruit eten een leerachterstand krijgen. Maar goed, je leeft alleen maar voor jezelf en voor je kunst, dus dat zal je wel niet interesseren. Voor mezelf? Kunst is het geweten van de samenleving, hè? Daarom zie ik af van een gezin en huiselijk geluk met appeltaart. Ik weet niet of je nu misschien oorzaak en gevolg een beetje door elkaar haalt, lieverd. Nou, weet je wat? Kunnen we nou niet eens één keer zonder ruzie iets bespreken? Die brief is toch veel belangrijker nu? Ik bedoel, ja, toch? Goed. Ik zou voor de zoveelste keer in mijn leven wel weer de oudste en de verstandigste zijn. Oh, de oudste zus die altijd weer het laatste woord heeft. Zus en Zo, die film is trouwens genomineerd geweest voor een Oscar. Ja. Ja. Daarover straks meer. Maar wat mij opvalt is, die film is razendsnel gemonteerd. Het is, en die dialogen die ketsen tegen elkaar aan en zo. Mijn hemel, wat een tempo. Ja. Dat was de bedoeling. Ja, dat was de bedoeling, ja. Ja? Ja, we zijn met de acteurs ook begonnen met... Kijk, het script was er. Het is onder andere beïnvloed geweest door Hannah and Her Sisters, Woody Allen. Ja. Die overigens niet dit tempo heeft of zo, maar... Nee, helemaal niet. Nee, maar... En Woody Allen op zijn beurt is altijd weer heel geïnspireerd door Tjechov. Ja, dus drie zusters. Ja. Hoe dan ook, toen we begonnen met de acteurs, toen hebben we ook eens gekeken naar comedies, Engelse comedies en Amerikaanse comedies. Mm-hmm. Naar speelstijl, want ik wilde een bepaalde, laten we het noemen, verhevigde speelstijl voor deze film. Een soort comedy-stijl. Hè? Ja. Dus je kan niet alles op dezelfde manier spelen als je alles heel natuurlijk hebt. Stel dat je dit, waarin zussen zo elkaar aftroeven en ruzie maken, als je dat helemaal uitspeelt, dan is de scène van 10 minuten. Maar eigenlijk is het... Dit is heel realistisch, hoor, kan ik vertellen. De intentie was dus inderdaad dat te laten voelen van wat er al jaren tussen die zussen speelt. Ja. En daar hebben we ook echt op gerepeteerd en op dus over nagedacht, zeg maar. Het is een film over drie zussen, maar ook weer niet. En kijk, wat ik bij deze film heb gedaan is natuurlijk allemaal... een soort psychologische dingen, familie-issues, familie-perikelen in een film. Het gaat ook over de liefde. En er is een vrij duidelijke plot om de boel voor te stuwen. Hè? Dat ja. is, in die zin, dat bedoelde ik met gestructureerd. Ik heb wel echt ook nagedacht over wat er moet gebeuren om het verhaal weer een andere kant op te sturen. Hè? Dus met het scenario, maar als je helemaal gaat filmen, dan ben je gewoon... Ja. Fijne scènes aan het filmen. Want je zegt nu, er zitten allerlei dingen in, maar wat is voor jou het centrale thema in deze film? Het gaat over familie natuurlijk. Familie is een bron van inspiratie. Ja? Ja, natuurlijk. Alle... Maar hoe bedoel je familie is een bron? Familieverhoudingen. Nee, ik denk niet per se aan mijn eigen familie, maar eigenlijk, het valt me altijd weer op. Ik ontmoet een nieuw iemand of ik werk met een nieuw iemand. Ja. En ik ben altijd benieuwd waar iemand vandaan komt. En, ik krijg vaak zoveel verhalen te horen. Zoveel mensen met verschillende achtergronden, met familieverhalen. Eigenlijk alle dramatische verhalen of alle verhalen die er te vertellen zijn, ja. kan je wel vinden in families. Je hebt natuurlijk je hebt mensen. Ik ben van de generatie waar de eerste scheidingen kwamen. Dus alleen al in mijn eigen familie, de nieuwe man van mijn... moeder, die ik gewoon als mijn vader beschouw, die had ook zelf nog drie dochters. Iedereen die ik ken heeft zo'n beetje
wel iets te vertellen over zijn familie. Of hoe familie van hoe de ouders van zijn vader of moeder, wat die hebben meegemaakt. Alle verhalen zitten in de familieverhalen eigenlijk. Hmm. Dus, nou ja, goed, hè, je kent het uit de Bijbel, er zijn natuurlijk talloze familieverhalen. Ik vind, ja, bijna alles is voor mij materiaal. Dus we hadden het eerder over krantenbericht, waarop Trip van Teetje dan is gebaseerd. Ja. Hier zitten verhalen in van een heleboel, ik verzin een heleboel, maar ook als iemand mij iets vertelt, dan komt het ook vaak in een film terecht, maar dan in een andere vorm. Ja. En, want hoe is dit begonnen eigenlijk? Want je zei, het scenario lag er al. Nou ja, volgens mij begon ik te schrijven. Ik wilde een driezuster. Dus ik had de drie zusters van Tsjechov als uitgangspunt. Ik ben heel erg dol op dat stuk. En toen dacht ik, hoe kan ik daar nu een hedendaagse drie zusters van maken? En toen begon ik te schrijven. En dat heb je soms wel eens. Dan komt opeens alles je aanwaaien en alles krijgt een plaatsje. En toen heb ik wel met een script doctor uit Engeland. Een goede dame. Een script doctor? Nou ja, zo heet dat. Iemand die... Want wat kon je nog niet? Wat je... Oh, ik wilde het iets... hoe zou ik het zeggen? Ik wilde een second opinion over hoe dat script optimaal zou werken. Ja. En zij geeft les op een filmacademie in Londen. Super leuke, slimme dame. En die komen dan bijvoorbeeld... Het gaat allemaal over structuur. Hoe bouw je iets op? En wanneer is iets grappigs? Of wanneer werkt iets? Nou ja, grappen, dat gaat bij mij meestal wel... Dat kan ik zelf wel. Maar dan toch, hoe doseer je het zo dat het later weer omdraait? Of weet je, daar heeft zij wel een beetje mee geholpen. Maar structuur voornamelijk. Aha. En daardoor is die ook snappier geworden, denk je? Of... Dat of heeft dat ook niet. met die montage te maken? Ja, we hebben wel gekozen voor een comedy met vaart, zeg maar. En vaart zit vooral in de dialogen. Hm. Ja. En er zijn toen veel personages, dan heb je dat al snel. En kleine scènetjes, heel veel zijlijntjes. Ja. Het is een heel vol script eigenlijk. Ja, ja, deze opening, het is de opening van de film ongeveer, het fragment dat we hier te zien. Ja. Dat is natuurlijk hilarisch, maar ook dodelijk. Zo gaat het. Ja, hij werd in Petersburg vertoond. Ja. En... Twee stemmen deden een simultaan vertaling. En de film begon en ze raakten echt na 2 minuten al helemaal achter. Dus ik zat echt zwetend in de zaal. Ik dacht, oké, maar er werd toch nog gelachen. En uiteindelijk haalden ze het weer in en kwamen ze weer op tempo. Maar ik realiseerde me toen inderdaad hoe snel het ging. Ja, het is helemaal niet zo gek dat ik hem drie keer moest zien om hem te begrijpen. Nee. Ja. Je hebt voor deze film, hij is ingestuurd naar Hollywood. Je hebt een Oscar-nominatie hiervoor gekregen. Maar wat heeft het je opgeleverd? In Hollywood? Ja, deze nominatie. Nou, ik heb een hele leuke vriendschap met mijn agent. Die eigenlijk voornamelijk zijn hele goede vrienden geworden. Maar professioneel gezien. Ik wist dat je dat bedoelde hoor. Maar in eerste instantie... zij is nog steeds mijn agent. En ik heb daar ook nog steeds wel gesprekken. Maar ja, eigenlijk is het zo dat ik de laatste... Dit is 10 jaar geleden, die Oscar-nominatie. Mm-hmm. En ik had hier ook toch wel regelmatig veel te doen. Ik heb ook kinderen. En dan was ik weer thuis en dan vergat ik het gewoon weer een beetje. Dacht ik, oh ja, nou goed, ga hier weer verder. Mm-hmm. En als je in Hollywood iets wil doen, dan moet je er echt heel vaak zijn. Liefst daar wonen en anders daar heel veel zijn. Zou je dat willen? Ja, nu denk ik dat ik het wel weer zou willen... Ja, ik weet niet of ik daar zou willen wonen. Nee, want, maar... Films maken. Ik zou daar wel sowieso een keer een film willen maken. Ja. En, ik ben ook nog wel af en toe in gesprek. Maar zoals ik zei, dan heb ik het ook niet heel fanatiek nagejaagd. Omdat ik dan toch weer hier in Nederland te veel had wat me hier hield. Te veel moed. Nee. Nou ja, je wordt gebonden door je kinderen en zo. Dus dat... Ja, ook. Maar die hebben nu iets van, ga daar alsjeblieft naartoe. En mijn dochter wil sowieso in Amerika wonen. Dus die... Ja, ik vroeg me af van, hoe zie ik jou, hoe zie je jezelf daar, denk je? Het gaat ervan komen natuurlijk. Weet ik niet, maar mijn agent zelf zegt van, als je in Nederland films kan maken met een soort artistieke vrijheid, blijf dat in godsnaam doen, want daar word je gelukkig van. En in Amerika heb je natuurlijk toch, een producent is een veel belangrijker iemand dan hier. Ik bedoel, producenten zijn hier natuurlijk ook superbelangrijk, maar ze zijn niet degene die dag in dag uit ook op de set staan en zegt, nee, ik wil daar nog een take van. En dit is niet goed. En die actrice ga jij niet casten. Ik vraag me wel echt af hoe ik dat ga vinden, hoor. Ik denk dat ik echt al na 5 minuten in opstand ben. Dus
Dus, God, misschien moet je me over 10 jaar nog eens interviewen. En als ik dan nog niet heb gedaan, dan zal het wel niet meer gebeuren. Oké. Okay. Nou, in ieder geval deze film kunnen we nog zien. Nederlands fabricaat, maar wel een beetje een Engels-Amerikaanse comedy. Ja. Zus en zo. Dankjewel.